ik zie de team haar niet net naar de kapper. Kan dit wel? Ik ben Stanley, 30 jaar. Ik ben de chef van de Chin Chin Club Amsterdam. En we zijn hier om een leuk interview te doen. Ik ben begonnen toen ik een jaar of 14, 15 was. Mijn moeder had een Japans restaurant. Zo ben ik er eigenlijk ingerold en inspireerde mezelf ook om chef te worden. Heel simpel, roti met kip. Ik kook graag met vis. Schaal, schelpdieren, kook ik graag mee. De jaren dat ik bij vis aan de schelde heb gewerkt, daar heb ik heel veel geleerd. En dat is toch wel wat bij mij het diepst in mijn hart ligt. En wie mij het meest heeft beïnvloed, dat is Arjan Wennekes. Dat is de chef van Vis aan de Schelde, vroeger Vis aan de Schelde. En hoe je mooie borden moet opmaken, smaak kan combineren in gerechten. En dat is toch wel mijn grootste inspiratiebron geweest in mijn carrière. Sprinkhanen, kakkerlak en schorpioen in Thailand. Hapselijk weg. Het is oké, het is niet aan te raden om het elke dag te eten, maar voor één dag in je leven is het gewoon wel leuk om te eten. Dat was een gerecht bij Superclub. Dat was met meelwormen en escargot en entrecote. Dit is wel een aanrader als je wil experimenteren in iets nieuws. Het leukste aan chef zijn is, je kan ontwikkelen, creëren, je kan je personeel wat bijleren. En dat is het leukste aan chef zijn. En natuurlijk het lachen op het gezicht van de mensen, dat maakt je gewoon hartstikke blij als chef. Ja, het meest uitdagende is dat je altijd je team scherp moet houden en jezelf en altijd moet blijven creëren. Dus je blijft altijd elke dag nadenken over iets nieuws en dat maakt het een leuke uitdaging. Dat is toch wel lamstagine. Het is een hele andere keuken dan ik zelf doe en ik haal heel erg van die, ja, van die smaken. Marokkaanse invloeden, dat is ook wel iets waar ik ook een beetje een passie voor heb en dat kan ook heel vaak thuis. Ja, dat hou ik liever geheim. Het beste gerecht wat ik ooit heb gegeten, dat zijn de coquilles die mijn moeder in het restaurant serveerde. Het heeft iets, elke keer wanneer ik zelf dat gerecht maak, dan heeft het gewoon een... Dan denk ik elke keer aan vroeger en dat is voor mij het beste gerecht. Dat is toch mijn rendang oester, omdat dat zegt iets van waar ik vandaan kom. Ik ben kwart Indonesisch, kwart Nederlands, kwart Surinaams. En het Indonesische komt daar heel erg in terug en mijn tijd dat ik bij Vis aan de Schelde heel veel met vis en heel veel met oesters heb gewerkt, daar komt het ook weer in terug. En de combinatie van Indonesisch met oester, dat is voor mij de perfecte combinatie. Waar ik het meest trots op ben, is toch dat ik hier ben begonnen met werken, bij de Chin Chin Club, waar ik mijn hart en ziel in mijn gerechten kan neerzetten en op de kaart. Dat is toch wel het beste wat me de laatste jaren is overkomen. Doe wat je lekker en leuk vindt en denk er niet veel bij na, want zo ontstaan de mooiste gerechten.